De 7e editie van SU Music Awards wordt dit jaar uitgebreid met meer categorieën van awards. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de Panza Group of Companies en G Summer Events. Robert Banel, directeur G Summer Events, legt uit dat dit jaar de Best Talent and Motivational Awards bijkomen. Hiervoor heeft Panza Group of Companies 6 awards ontwikkeld. De overhandiging vond vandaag plaats onder het toeziend oog van Elvira Sandy, directeur van cultuur. Banel hoopt dat in de toekomst alle awards van dit event gesurinamiseerd worden. Donovan Waterberg, senior marketing Panza Group, zegt dat de constructie van deze awards geheel door het bedrijf is ontwikkeld. We ook hopen dat we in de toekomst misschien kunnen overstappen naar onze eigen ontwerpen van 1 award, dat die hoef ik niet meer te gaan internetten met het buitenland, om daar onze geld naar daar te sturen, dat we het ook hier kunnen investeren. Het is letterlijk ontworpen vanuit scratch. En dat is de kracht van de Panza Group of Companies. Wij proberen pioniers te zijn in elke branche waarin wij zijn. Dit is muziek. Wij proberen te ondersteunen. We try to empower. En ik denk dat wanneer iemand zo'n motivational award krijgt, en ze zien aan beneden ook nog manufactured by Panza Group of Companies, dat die inspiratie door de vaten zal gaan, de bloedvaten zal gaan om door te willen gaan. Dat willen wij hier gewoon creëren. We willen ondersteunen. We hebben onze corporate social responsibility. Maar ik denk dat het voor meneer Panza ook gewoon iets meer dan corporate social responsibility was. Hij vindt het gewoon leuk om met iets nieuws te komen. Hij vindt het leuk om te denken van, wat ga ik weer doen? Sandy is blij dat deze 2 organisaties een bijdrage leveren om de Surinaamse muziek naar grotere hoogtes te brengen. Ook hoopt ze dat met ondersteuning van Surinaamse bedrijven er meer ontwikkeling op dit gebied komt. Waardering begint thuis en wij als overheid, wij voeren cultuurbeleid uit en cultuur is heel breed. Nu praten we over muziek, nu hebben we muziek op tafel. Dankzij Roberto Banel die het initiatief heeft genomen, een poos jaren geleden, is begonnen heel klein en is uitgegroeid tot een nationaal evenement. En alle respect en waardering naar de organisatie van meneer, onder leiding van meneer Banel. Wij zijn blij met dit moment, maar tegelijkertijd zeggen we, ik pak de woorden van meneer Banel, het Cultuurfonds. Ja. Het Cultuurfonds is jaren geleden opgezet onder leiding van de toenmalige directeur Stanley Sidoel. Het bestaat op papier en we zijn bezig, hard bezig, om het Cultuurfonds weer gestalte te geven, om het weer te implementeren. Elvira Sandy, directeur van cultuur. Ze zegt dat er ook een beroep op Panza Group of Companies gedaan zal worden om het huidige cultuurfonds tot een nationale cultuurfonds te maken.